Goeiedag, wij zijn Peter en Lieven. We hebben dit boek geschreven, Insecten. En eigenlijk is dit het moment om het te lezen, want in de lente zijn alle dieren die hierin staan het beste te zien. Ja, dat klopt. April, mei, juni zijn de ideale maanden om op zoek te gaan naar beestjes. En als je dit boek leest, dan weet je ook waar je moet kijken en wat er allemaal te zien is. We gaan nu al eens op zoek naar een van mijn favorieten, de eikelmieren. Het zijn hele kleine miertjes en die wonen met een volledig nest in één uitgeholde eikel. Je kan die als huisdier houden. Ik heb zo'n nestje op mijn bureau staan. Ze zijn heel gemakkelijk te vinden als je weet hoe je moet zoeken. En dat gaan we nu laten zien. Dus Peter, we zitten nu onder een eik. Je moet net onder de strooisellaag zitten. Dus kijk, deze ligt er bovenop. Die is te droog. Daar ga je niks in vinden. Dus wat je doet, is gewoon de strooisellaag weg. Dit is de strooisellaag. Ja. Al die losse blaren en dingetjes. Op een bepaald moment heb je een overgang naar vochtige grond. Ja. Kijk. Platjes. Ah, voilà. Met een gaatje erin. De kans bestaat dat er hier een nestje in zit. Dat ga ik nu eens testen door hem open te maken. Hè? Ja. En prijs. Ja. De eerste die. Heel dat nestje zit hierin. Natuurlijk, deze eikel is nu stuk, dus die gaan we willen verhuizen. Wat is een truc? Wij gaan ze zelf het ideale nestje geven waar zij gaan intrekken. En dan hebben we eikelmieren huisdiertjes. Dus hier zit heel dat nestje nu in. Die eikel is natuurlijk stuk. Dus in het bos, wat doen die? Als er op de eikel getrapt is of zo, beginnen die een nieuw nestje te zoeken. Wat is onze truc? Ik heb zo een flesje voorzien. Net de grootte van een uitgeholde eikel. Je kunt dit ook doen met een proefpuis. Dat moet niet exact zo klein zijn. Zo. Ik heb het donker gemaakt, want ze houden niet van het licht. En vooraan heb ik er een dekseltje op gezet met een gaatje in. Als ik dit er nu bij leg en die doos afsluit, ze kunnen nergens anders naartoe, is dit voor hen het ideale nest. Kruipen ze daar allemaal in en dan heb ik mijn nieuwe huisdiertjes. Zo, nu duurt dat een uur of twee, drie en tegen dan zal waarschijnlijk heel het nestje verhuisd zijn. Moet je ze af en toe nog een beetje water geven. Ik leg daar een flesje naast met een nat watteken in. En een beetje honing soms. En een beetje dode insecten, vliegjes, mugjes die ze nodig hebben voor de eiwitten. En het enige wat je nog kan doen om zeker te zijn dat ze niet ontsnappen, is het bakje een beetje insmeren met heel dun filmpje olie. En als alles goed gaat, dan wordt dit het resultaat. Dit is er eentje van vorig jaar. Een mooi, gezond, actief nestje eikelmieren. En dat staat gewoon op mijn bureau.